jongens, ook een nieuwe video. Hupka Floris, wij gaan de laatste push doen. Vandaag en morgen ga ik ladder uitspelen. Ik heb gewoon een afspraak met hem gemaakt. We gaan dat gewoon doen. Dus deze video wil ik 7300 halen. En dan de video van morgen een paar potjes voor 7400 en dan gaan we vlammen. We spelen met Mortier. Mortier, Hog Rider, Mighty Miner. En trouwens, deze aanbiedingen zijn best wel goed. Deze Merry Christmas aanbiedingen zijn best wel goed. Zeker die van 5 euro, waarvoor je 20 euro aan gems krijgt. Dat is best wel een goede deal. Want gem deals krijg je niet veel. Dus als je die misschien wil kopen, dan raad ik je dat wel aan. Ik moet dat niet zeggen van super zo, jongens. Maar ik vind het oprecht. Als je een keer geld uitgeeft, geef het dan nu uit. Want dit is echt wel een goede deal. En ja, als je dat dan toch doet, gebruik even de creditcode Floris. Nu lijkt het heel erg alsof het een promo is. Het was echt niet bedoeld als een promo. Het was oprecht een goede deal. We doen even de hokwaarde hier om af te leiden voor die speergebolden en dan tegelijkertijd in de avond te gaan. En dan droppen wij musketier hier. En ik denk dat dan... Nee, sowieso, die minipack gaat niet aan de musketier komen. En hij speelt dus minipekka Goblin Hut. Ik heb voor de rest geen idee wat dat voor een deck zou moeten betekenen. We doen de Mighty Miner hiervoor om de musketier te beschermen. Oké, dat is misschien best wel... Nee, we kunnen niet meer loggen op tijd, maar die minipacker gaat geen hit doen. Oké. Nou, een beetje damage getraind. Waarschijnlijk continu met zijn Goblin Hut ergens. Dus ik sta alvast klaar om dat te earthquaken. Een beetje damage uitgewisseld. Dus daar ongeveer gelijk. Ja, ik speel met heel veel verschillende dekjes de laatste tijd. Omdat het ook leuker is voor de content natuurlijk. Maar als ik nou het op mijn best zou doen... Oeh, ik durf niet dit... Oké, ik ga het toch timen. Oké, dat is de latere timer. Dan moeten we even een... Ice Spirit eerst doen. Oké. Boom. Dat doet hij toch nog 2 hits, hè? 3 hits bijna zelfs. Maar oké, we gaan met de Hogwider. Doet die minipacker weer. Die kunnen we stoppen met Goblins. Maar hij is wel later, dus we doen 1 hit. 2 hits. Oh, hij dropte die Goblin Hut echt op het moment dat hij geen elixir had. Dat is chill. Want dat betekent dat we dit nu even rustig kunnen stoppen. Ik doe even de Goblins in het midden. Ja. Hij heeft dus clone. Dat is niet ideaal voor ons. We hebben nog niet echt een hele goede clone counter verder. Dus dat kan problemen opleveren. We droppen even de mortier op defense. Het is chill dat die Goblin Hut aan de andere kant is. Daar hoeven we dus weinig voor te doen. We hoeven niet echt te verdedigen. Mighty Miner gaat straks die Giant Skeleton wel pakken. Hopelijk. Ik dropte daar de ability van de Mighty Miner. En terwijl ik de ability dropte, dacht ik, wacht eens even. Dat is niet heel handig om een ability te droppen als daar Mighty Miner staat. Of Mighty Miner. Als daar een... Giant Skeleton staat. Want dan hebben we niks meer dat de tank voor de Giant Skeleton. Dus daar was ik een beetje in de problemen geraakt. We hebben nu geen Earthquake, dat is heel vervelend is natuurlijk. Dit moeten we even loggen. Heel veel value. Oké. Earthquake. We zitten nu weer in een goede cycle. Let's go. Hog Rider. Ik heb geen idee hoeveel Earthquake doe, maar ik ga gewoon risken. Hoppa, 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 hoppa. Het is niet genoeg. Die flymachine. Ik heb geen idee hoeveel Earthquake doet. Oh, daar ging de mortier kogen ook. Let's go. Dat was een risky, maar ik zag 306 en ik wist, oké. In het ergste geval zijn het 2 logs en een Earthquake. In het ergste geval. Dus ik wou het gewoon proberen. Ik wil wel even snel checken. Info. 7100, 3 seconden. Of 7100. 71, 3 seconden. Dus het is 123. Nee, 200 en... Zo. 210, 213. Zo, morgen. Ik kan even niet rekenen. 213. Dus 213 damage op de toren. Dat is minder dan ik had verwacht. Hoeveel doet het dan met een log? Log was 66. Ook 71. Ik weet niet. We kijken zo wel eventjes. Mortier. Log is 77. En dit is dus 213. Oké. Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet het even niet. Oké, we doen even dit. Ability. Hoppatee. Boom. Ja.
Hopelijk blijft de musketier levend. Ja. Dat was niet een hele goede Royal Hawks. Want hij heeft niks om te supporten. Dus we kunnen heel makkelijk nu op deze manier verdedigen. Ja, dat is wel een moeilijke matchup. Want ik hoopte dat ik dit dropte. Dat hij niet op tijd is met zijn cage. Ja, hij is niet op tijd met zijn cage. Want dan komt hij fly met die rammers. Toch musketier, liever dan Mighty Miner. Ja, ik zit een beetje te denken, want dit is best wel een vervelende matchup. Die Fly Machine, dat zag je ook in het vorige potje. Daar komen wij niet echt lekker bij. Die Fly Machine kunnen we natuurlijk snipen met onze musketier. Maar meer hebben we ook niet. Hij heeft geen barbarrel, dus ik kan nu dit doen. En dan is dat even voor hem vervelend. Moet hij namelijk best wel iets gebruiken. Ja. Dan... Dit bedoel ik. Die Fly Machine moeten we nu helemaal negeren voor de rest. Ah, het valt mee. Het valt heel erg mee, zeg. Fly Machine wordt heel lang afgeleid. Doen we dit? Ik denk dat toch een musketier erbij we doen. Anders doet het te veel damage. Zie je hoe snel die Royal Hawks gaan. Dus we weten dat de Royal Hawks met alleen een mortier ook niet voldoende is. Dan moet je er iets bij doen. Maar musketier wil je liever er niet bij doen natuurlijk. Hij zal nu weer Royal... Royal Hawks. Hij zal nu recruits doen. Dus ik doe alvast eerst eventjes de... De rockwaarde iets meer daarvoor, zodat... Okay. Okay, dat was heel goed verdedigd. Kijk hoeveel... Zijn toren staat. Boom. Boom. En boom. Die Fly Machine wordt afgeleid de hele tijd. Hij mist een Goblin Hut. We winnen dit potje. Oké, okay, let's go. Oké. We komen langzaam... beginnen we goed te spelen met het dekje. Dit was echt geen makkelijke matchup. De Goblin Hut was wel... Als hij Cage had, was dit veel moeilijker geweest trouwens. Als hij Cage had, was dit veel moeilijker geweest. Maar we winnen de eerste twee potjes. Dat is mooi. We pushen vooruit. Dus dat is ook mooi. En gaan we heel even natuurlijk wel even checken wat de legacy best zijn van deze twee rammers. Legacy best 7k, prima speler dus. Legacy best 2... Oh nee jongens, ik weet niet eens of dit gaat lukken. Ik weet niet eens of dit gaat lukken in twee video's. Misschien moet ik hierna... Ik kan nu al eventjes met deze video met de deck spelen. Maar ik denk dat ik hierna weer eventjes een deck moet spelen waar ik beter mee ben. Want ik kom tegen veel betere spelers dan ik van tevoren verwacht had. We komen nu tegen Audum Zalis. Uit de kleine Nika Storm. En we dropten de Icebird op de brug. Okay. Goblins, want ik wil geen barb hit. Yes. Ice Wizard en Barbarrel. Oké, we komen tegen Graveyard. Dan doet hij waarschijnlijk Baby Draak. Ja, dan bij een musketier. Poison Tea. Dan... Earthquakes'n Tombstone, yes. En als hij... want nu heeft hij niks voor mijn... Oké, okay, nee doet. Een paar barrel heeft hij alleen. Hij mist een Ice Wizard. Ja, dan is het GG. Heeft hij niks. GG. Ik had misschien moeten switchen, dan was het helemaal GG geweest, denk ik. Ik vind het lastig om dat te denken, want natuurlijk die barb doet damage, maar ja, switchen dat scheelt ook. Ja, ik had moeten switchen, denk ik. Nou, dat was heel goed, want hij daar over committe. En zijn Ice Wizard natuurlijk miste, daar ging het helemaal om. Doppen we de Goblins in de back. Dan, ja, dan gaan we er weer doorheen op deze manier. Dan log ik zijn Tombstone. Nee, ik doe het geen Tombstone. Oké, doppen we hier gewoon een musketier voor. Ja, kan hij poisonen? Dat lijkt me niet heel verstandig. Nee. Blokken de brug. Droppen we 1, 2, 3. Doen we nu een earthquake. Hebben we log in cycle voor als hij zijn ability doet. Ja, die loggen we dan nu. Ik kan ook mijn eigen ability doen, maar ik denk dat loggen iets beter is. Nee, ik denk dat... Ja, ik weet niet wat beter was. Nu van de Icebird moet er nog even bij. Let's go. Oké, we hebben de linkertoren te pakken, want hij negeerde de Hawkrider. Dus wat we nu moeten doen, is een minuut lang zijn graveyards verdedigen. En ik denk ook dat ik helemaal niet in de aanval verder wil. Ik denk ook echt op verdediging gaan. Misschien af en toe nog wel een beetje op de aanval. We kunnen hier wel eventjes... Ja.
sowieso een aanval trouwens. Gewoon sowieso een aanval. Even hem iets laten droppen. Tombstone 4, ja. Even nu de toren pakken. Oké, okay, nice. Die linker toren is binnen. Mortier blokken we de brug. Yes. In de aanval. Hij kan niet verdedigen en aanvallen. Hij kan niet nu een poison rammen en mijn hogwider verdedigen. Doen we de ability hier van de Mighty Miner om eventjes achter de toren uit te gaan sneaken. Misschien winnen we dit. We moesten toch in de aanval gaan inderdaad. Even gewoon die druk blijven zetten. Hebben we dit heel goed gedaan eigenlijk. Die Scale King hebben we helemaal weg van de aanval gedropt door die Mighty Miner aan de linkerkant te doen. Winnen we dus weer. Ik ben best wel verbaasd over hoe goed het gaat. Tegen goede spelers volgens mij. Weer een 7k. Tot nu toe alleen maar tegen Legacy best 7k spelers. Moeten we nog één potje zitten op de 7300? Ligt natuurlijk wel een beetje aan de tegenstander. Maar waarschijnlijk één potje op 7300. Nee, deze tegenstander heeft te laag. Deze heeft te laag. Dus we zitten niet op 7300. Nou, oké. Dan droppen we Ice Spirit. En anders doe ik Mortier. Bomber. Oké, okay, Electro Giant waarschijnlijk. Electro Giant waarschijnlijk al. Zeker als dit genederd wordt. Ja, dit wordt genederd. Oké, okay, Electro Giant. Maar hij nedert verkeerd. Wat voor mij natuurlijk heel gunstig is. Doen we de Mighty Miner hier zo om die Golden Knight te pakken. Ik ben benieuwd of hij Lightning heeft. Waarschijnlijk heeft hij Lightning. Dat is vervelend voor onze musketier natuurlijk. Dan moet hij nog iets gebruiken om mijn Mighty Miner te stoppen. Of wacht, ik ga de bom. Oh, yes, de bom. Boom, let's go. 400 damage daarop. Dat is super, super nice. En hij besluit te gaan met zijn Electro Giant. Dan gaan wij nu in de aanval. En we cyclen dus eerst de mortier. Dus zodat als die Electro Giant er is, dat we weer een nieuwe mortier waarschijnlijk hebben. Dan drop ik een Mighty Miner op zijn Golden Knight. Denk ik. Ja. Hij kan nu niet leidingen, dus een musketier in de bek. Alsjeblieft, musketier, wees sterk genoeg om die Phoenix te pakken. En de bom daarna te pakken. Yes. En dit gaan we laten gaan. We accepteren het hitje dat waarschijnlijk komt. Nice. Oké, dit is heel goed. Dit is heel goed. Dit was heel goed gespeeld. We kunnen het sowieso nog verliezen, hoor. We kunnen het sowieso nog verliezen, want hij heeft de lightning. Dat weet ik bijna zeker. Even dit. Even kijken wat hij tegen doet. Hij heeft dus kanon en hij heeft Nedo, hè. Dus het is sowieso echt ontzettend lastig om er doorheen te komen. Zo, dit is slim. Dit is heel slim. Oh, ik dacht dat hij helemaal niks zou gaan doen. Of dat hij een troep zou gebruiken om te verdedigen. Maar hij doet in ieder geval geen kanon. Oké, wachten op zijn lightning. Ja, daar is zijn lightning. Kan ik nu mijn musketier droppen. Yes, dit is top. En dan wordt dit een leuke counterpush, want we gooien hier een Hogwider natuurlijk achter. En dan earthquaken we. Yes, oké, okay, nice. Musketier blijft levend. Hij heeft geen barbell encycled, dus we kunnen dit inderdaad op deze manier doen. Dan moet ik dit wel even loggen. Ja. Even wachten. Oké, okay, top. Mortier killt het ei. Heel chill. Heel chill. Oh, dit had ik niet zien aankomen. We moeten nu wel een beetje oppassen, want Lightning Cycle is eng, hoor. Hij heeft nu geen lightning, dus we kunnen nu vol gaan rammen. Ja, en dan doen we ook dit. En doen we de ability. Dan is die Mighty Miner een ziek groot gevaar daar aan de rechterkant. Oké. Okay. Nu hebben we twee lanes waar we in kunnen. En nu lokken we deze Phoenix naar achter. Ja. Mortier Cycle, want hij gaat sowieso straks een lightning gooien. Dan drop ik dit. Waarom drop ik dit? Omdat hij dan een Golden Knight moet doen aan de rechterkant. Het scheelt hem in Elixir om niet te gebruiken. Ja, tenzij je dat doet. Oké, hoppatee. Oh nee.
Jeetje. Nee, dat was zo close. Nou, wel een leuk potje om te eindigen. Wauw. Ik had andere lane moeten gaan. Ik weet het. Ik had andere lane moeten gaan op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment kon het niet meer. En ik dacht van, ik spam gewoon even. We maakten bijna geen fouten daar ook. We maakten bijna geen fouten. De slechtste speler verliezen we nog van. Ik hoop dat het een video. Morgen. Ik moet even aan de bak. Ik moet even mijn beste dekje gaan pakken. En even kijken of ik morgen rond de 7400 video kan gaan starten. In ieder geval, ik hoop dat het een video over kijken. Zien we volgende video en tot